Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 21 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik was straks eventjes niet helemaal lekker geworden met sporten. Ik had het zo warm. Het zweet stond zo op mijn hoofd. Ik voel het nu ook nog steeds het zweet. Ik heb het wel afgemaakt, maar het was pittig. Toen ik hier in de woonkamer kwam, heb ik gelijk de boel ook open gedaan. Want het waait op zich wel lekker. Dat is wel fijn. Maar mijn raam die waait dicht, dus die kan niet zo heel ver open. Die staat nu op het haakje. Dat is nog steeds een goede uitvinding wat ik toen heb gedaan met die haakjes. Dus dat is top. En ja, ik heb de buitendeur open staan in de slaapkamer, ook het raam. Ik ga even kijken hoeveel graden het nu is. Het waait, dat scheelt. Nou ja, gisteren was ik ook helemaal klaar voor die storm, want ik bedacht me ineens nog. Ik had van Nathalie, hadden we nog een appje gehad, van dat er gewaarschuwd was dat je je tuinsets, trampolines, parasols eigenlijk zo goed mogelijk vast moest zetten, omdat door de code oranje die afgegeven was, zou het kunnen wegwaaien. Dus ik dacht, oké, prima. Ik gooi even gauw mijn tuinset naar binnen. Mijn stoeltjes en mijn tafeltje. Want ja, als het echt zo gaat waaien, ik weet niet of het wegwaait. Dus ik met mijn goede gedrag hier alles in de woonkamer. Want ja, ik heb er helemaal geen plek voor. Nou, toen begon het wel te regenen. Maar ik ben toch wel lichtelijk teleurgesteld met wat er uiteindelijk gevallen is. Ik had gehoopt op meer. Laat ik dat voorop stellen. Ik had echt gedacht, nou, we gaan het krijgen. Nou, dat viel dus echt vies tegen, want er viel dus helemaal... Ja, het was wel even flink dat het regende, maar het was ook zo weer over. En ik had het idee dat het daarna alleen maar benauwder is geworden in plaats van afgekoeld. Ja, gisteravond was het heerlijk. Je ruikt de geur van de vers gevallen regen. Dat is heel fijn, maar voor de rest, ik vond het niet heel fijn. Omdat het meer benauwd was. Nou, wordt het na het weekend wel weer koeler, dus daar ben ik blij om. Maar ja, we moeten nog wel even door. Ik heb gisteravond even gegamed met Nathalie. We hebben eventjes een paar potjes gedaan. Niet zo heel veel, want Jara had last van buikkrampjes. Dat was ook heel zielig, want je hoorde haar op de achtergrond ook huilen. En ja, dat was wel heel zielig. Maar we hebben wel eventjes een paar potjes kunnen doen. En toen was het ook tijd om Jara te voeden. En toen ging ze lekker naar bed. Dus dat was prima. Ik heb daarna even Zeeman Confronteert Stokers gekeken. Het was een beetje een andere aflevering. Ze hebben namelijk, vorig jaar hebben ze een zaak gehad waarin een dame beweerde gestalkt te worden door een man die haar dus heel veel berichtjes stuurde, een steen door de ruit heen zou gegooid hebben. Nou, ze beschuldigde die man van alles, ze heeft aangiftes tegen die man gedaan en die man die heeft er zelfs letterlijk voor vastgezeten. Uiteindelijk heeft dit programma zoveel onderzoek gedaan dat ze uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat zij zelf de stalker moest zijn. Toen hebben ze een val opgezet, daar is zij met open ogen ingelopen en inderdaad, ze was haar eigen stalker. Zeeman heeft toen ook die man ingelicht dat hij niet de dader was. Hij was zo blij dat hij eindelijk geloofd werd. Hij zei ook meteen, kun je mijn ouders bellen en dat soort dingen. En nu, een jaar later, wilde hij voor camera's verhaal doen. En ik had echt twee emoties door elkaar, want ik vond deze man zo onwijs zielig. Ik had zo medelijden met deze man. En aan de andere kant voelde ik zoveel woede naar die vrouw toe, wat ze had aangericht bij deze man. Hoe moet ik het zeggen? Hij mankeerde ook wat. Dat kon je ook gewoon. Zijn woordenschat was verder prima, maar ja, hij mankeerde wat. Dat maakte het extra zielig. Baan kwijtgeraakt, woning kwijtgeraakt. Hij heeft zelfs een poosje op straat moeten zwerven voordat hij weer bij zijn ouders terecht kon. Dus het was, hij deed nu eigenlijk zijn kant van het verhaal en hoe hij het had meegemaakt, maar ook gewoon, hè. Ja, hij was ook niet boos op deze vrouw. Hij hoopte alleen dat ze de juiste hulp zou krijgen. Ik dacht echt, hoe dan? Ik zou echt zo boos zijn. Ik was zo boos op deze vrouw, maar hij voelde dat niet. Maar het was zo dapper dat hij zijn verhaal wilde doen bij Zeeman. Dat vond ik echt heel dapper. En ik hoop dat deze vrouw echt onwijs gestraft wordt, want dit was echt te zielig. Ik heb mijn vlog daarna in elkaar gezet. Afgemaakt moet ik zeggen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet even een nieuwe maken. En daarna ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. En blauw blauw. Toen ben ik naar bed gegaan om een nieuw boek te lezen. Dus dat was verder prima.
Ik ga nu de woonkamer doen. Ik ga jullie meenemen eventjes naar de Action, want daar ben ik gisteren geweest. En dan laat ik ook daarna nog even de boodschappen zien die ik heb gedaan. Dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik ondertussen hier eventjes proberen aan de gang te gaan met deze warmte. Dus ja, dat eigenlijk. Boodschappen. Ik heb allereerst weer even het mineraalwater meegenomen, want ik drink het nu best wel veel, dus dat gaat wel goed. Dan heb ik 2 vakjes slavinken. De plus gaat dus dicht en die hebben de lekkerste slavinken, maar het was nu al niet meer leuk boodschappen doen bij de plus, omdat er echt al heel veel op was. Ik heb weer eventjes glasreiniger. 2 keer dikke bleek. Even een zakje Napoleon, want het schijnt dus dat met dat speeksel, niet doen, met die speekselklier die dus verstopt zat, dat het ook kan helpen om meer zure snoepjes te eten. Dus ik dacht, neem ik die even mee. Hamburgers. Zakje snijbonen, die ga ik eventjes in 2 verdelen voor de vriezer. Een pakje verband. En nog een dingetje met bleek. En mijn medicijnen. Nog steeds geen druppels voor de hooikoorts. Dan hebben we vuilniszakken. Mondwater. Koffiemelk. Pedaalemmerzakjes. Een kaartje voor mijn oma. En een kaartje voor mijn opa. De spekjes. Mijn toetjes. Patat. En aardappeltjes. En dat was het. En mijn moeder gaat er nog wel dingetjes halen. Maar dat is in ieder geval wat ik nu heb gekocht. Zo. Ik ben lekker klaar. Een heleboel weer gedaan. Anders weer even een grote beurt gegeven. Het was op zich wel weer lekker. Het voelt ook wel weer lekker nu om op de vloer te lopen. Maar ik vond het wel pittig warm. Maar ja, goed, dat wist ik natuurlijk. De tweede ventilator staat hier ook weer. Dus waait in ieder geval weer iets meer. Komt vast wel goed. Het raam staat nog wel open. Maar ik denk dat die zo wel weer even dicht moet. Want de temperatuur loopt wel weer op. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb nog even in mijn bullet journal gewerkt. Dat was ook wel lekker. Nu ga ik soms dan even lekker relaxen en even wat meer drinken. Ik heb net weer eventjes spa rood koud gelegd. Want ik drink weer te weinig. Maar als ik bezig ben, vergeet ik gewoon te drinken. Dus dat ga ik zo even doen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. Ik moet even mijn nagels zien dat ze eventjes bijgewerkt worden. Even opnieuw, want ik moet morgen video opnemen. En dat kan niet met deze nagels. Dat vind ik er niet uitzien. Vanavond ga ik kinderen kopen, een huis kijken. Ik denk nu wel een stukje van kopen zonder kijken. Ik denk ook nog wel even een spelletje doen. Ga ik mijn blogpost schrijven. Daar moet ik eens nog even een nieuwe foto van maken. Dan ga ik de vlog inplannen. Daar nog even een thumbnail van maken. En dan probeer ik al wat foto's voor het artikel van vrijdag te doen. Ga ik verder met mijn Netflix-serie. Even blauw-blauw kijken. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan hoop ik een beetje beter slapen. Want je duikt elke keer ook je bed in helemaal bezweet. Dus ik ben ook zo blij dat het vrijdag weer verschoond kan worden.
Maar goed, dat is dus eventjes de planning. Ik heb in ieder geval de boodschappen zo weer naar boven en eventjes de action dingen, dus dat is fijn. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes een beetje proberen te relaxen. Want ja, mijn hoofd zit een beetje vol en dat ligt gewoon aan mij, gewoon dat ik gewoon de warmte een beetje zat ben. Maar goed, ik ben niet de enige. Goed, ik ga jullie in ieder geval gewoon dan morgen weer zien. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 22 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik moest even nadenken, want ik ben een beetje gedesoriënteerd. Omdat ik normaal natuurlijk op donderdag boodschappen doe. En ik ben nu natuurlijk lekker al geweest, dus ik hoef niet vandaag. Ik heb de boel lekker openstaan, want het is bewolkt. Er gaat als goed is een buitje regen vallen, want ik kreeg al een melding van buienradar. Ik hoor ook hier en daar wat gerommel, maar het kan ook een vliegtuig zijn. Dus ik weet niet hoe het onweer is. Maar ik hoop wel even nog lekker op een bui. Ik heb het raam openstaan, de deur, ook het raam op de slaapkamer. Dus wat dat betreft kan het lekker even doorluchten. Ik lag gisteren in bed, toen had ik het serieus even koud. Toen dacht ik even van wat is dit dan? Ik kreeg ineens een flinke hoestbui. Ik moest weer heel erg niezen natuurlijk. En toen dacht ik ineens zo, ik heb het nu ineens koud. Hoe dan? Snapte ik helemaal niks van, maar het was op zich wel lekker. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken daarna kinderen kopen een huis. Ja, het was absoluut niet type huizen waar ik zelf gecharmeerd van ben. Deze mensen wilden heel graag vrijstaand wonen en een beetje achteraf. Dus je kwam al een beetje in het boerengebied terecht. Meer een beetje boerderijachtige huizen, maar dat, ja, best wel oudere huizen die ook gewoon... ja, niet echt modern zijn. Dus mij trok dat totaal niet. Ik dacht echt, ik zou hier doodongelukkig worden als ik hier moest wonen. Maar goed, die mensen waren er heel blij mee. Nou heb ik even al een deel van kopen zonder kijken gekeken en heb ik even een game gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Muis zit met een staart in beeld. Heb ik de vlog ingepland, thumbnail gemaakt. Heb ik alvast wat foto's bewerkt voor het artikel van morgen. Ik moet eventjes nog een paar nieuwe maken, zag ik. Die waren niet goed gelukt. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. En ik zag ook dat in juli echt weer heel veel mooie series eraan komen waar ik echt naar uitkijk. Dat was echt super fijn. En toen ben ik nog even blauw gekeken, gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Ik ga zo eventjes hier de boel stofzuigen. Even de bakken scheppen en dan ga ik eerst video's opnemen. Want dat heb ik natuurlijk dinsdag niet gedaan, dus dat ga ik zo meteen doen. Straks even cadeautjes inpakken, nog even diamond painten en dan... is het ook wel weer goed. Dus dat is de planning. Dus ik zal straks uiteraard nog even cadeautjes laten zien. En neem ik jullie even mee als ik ze ga inpakken. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes de boel doen en zorgen dat de video's erop komen. Nou, de cadeautjes. Ik heb voor Nathalie dit portemonnee tasje. Deze beker. De rietjes. Die je kunt hergebruiken. Deze diamond painting van Bob Ross. En nog dit hobbyboxje. Voor mijn vader. Voor vader heb ik deze Adidas shower gel. En deze sokken. Dus dat ga ik nu allemaal eventjes inpakken. Zo, ik ben weer klaar met alles. De katten hebben net lekker gegeten, dus dat is fijn. Ik werd alleen gebeld door Nathalie. Ze had een foutje in de vlog, dus ik heb de vlog even offline moeten halen. En die moet ik zo meteen even opnieuw uploaden, want ik moet hem even bewerken. Dat ga ik eventjes doen. De cadeautjes zijn in ieder geval ingepakt. Ik heb de kaartjes geschreven die geschreven moeten worden, dus dat is allemaal wel fijn. Dus ja, nog even lekker diamond painting gedaan. Niet heel lang hoor, maar was op zich wel lekker. Er is wel iets regen gevallen, maar niet superveel. Dus nou ja, prima. Is niet anders. Misschien dat er nog meer komt, maar het waait in ieder geval lekker door. En dat is wel heel fijn. Ik ga eventjes die vlog zo meteen eventjes fixen, zodat die weer online kan. Dan ga ik daarna eventjes lekker relaxen.
Straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik eventjes, ik weet er alles van, kijken. Misschien dat we nog even gaan gamen met z'n vieren. Maar moeten we even kijken of dat ook lukte met Yara. Dus dat moet ik eventjes bekijken. Dus ja, dat eigenlijk. Voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Misschien dat ik nog even wat ga terugkijken. Als het gamen niet lukt, ga ik wel even gewoon wat terugkijken. Ik ga sowieso vanavond mijn foto's verder bewerken. Ik moet nog even die nieuwe maken. Dan ga ik straks lekker, dan ga ik daarna lekker mijn Netflix-serie kijken en weer blauw. En dan ga ik lekker weer naar bed en mijn boek lezen. En hopelijk even lekker slapen als het weer net zo cool blijft. Ik ga je dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu eventjes die vlog zorgen dat die zo snel mogelijk weer online komt. Dus dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 23 juni en ik zit weer in het donker. Want het is weer warm vandaag, dus ik laat de boel dicht. Want het is met het luchten gisteren naar 26 graden gegaan. Jawel, er zijn maar liefst 2 graden af. Dat is niet heel veel, maar toch, het zijn toch weer 2 graden. Ik ben in ieder geval klaargemaakt. Mijn huid is zo droog en het is wel steeds lastiger. Vandaar dat ik nu dus een nat sponsje ook gebruik met het aanbrengen van make-up. En dat werkt op zich wel. Ik heb gisteravond even, ik weet er alles van, gekeken. En daarna ben ik gaan gamen met de groep. Dat had ik al verteld. Nou, het kon doorgaan. En ik kreeg de slappe lach. En ik heb er de laatste tijd echt last van dat ik vaak de slappe lach krijg. Nathalie deed iets heel grappigs, waardoor ik echt een slappe lach kreeg. En ik had de tranen over mijn wangen lopen van het lachen. Op zich was het op een gegeven moment werd het gewoon vervelend, want ik bleef lachen. En die jongens hadden ook echt zoiets van, waarom moeten jullie zo lachen? Want Nathalie moest weer lachen door mij en die had Yara op haar liggen. Dus dat was ook niet handig, maar het was wel heel grappig. Ik heb daarom ook geen programma's verder gekeken, want we hebben best lang gegamed. Maar dat was prima, was wel gezellig. Toen heb ik daarna eventjes mijn foto's helemaal bewerkt. Die zijn helemaal klaar. Ik had eventjes die paar nieuwe gemaakt. Dus dat is allemaal gelukt. Dus dat is klaar. Ik moet er geloof ik alleen nog even 2. Maar dat komt goed. Toen ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. Ik denk dat ik er wel bijna doorheen ben. Maar dat komt ook wel weer goed. En toen ben ik nog even blauw gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Echt superleuk boek. Dus dat was verder ook de avond. Ik heb nu zometeen de slaapkamer op de planning staan. Ben ik echt aan toe. Echt fijn om die weer schoon te maken. De vorige keer voelde het toch niet helemaal als goed. Omdat ik alles in delen had gedaan. Maar nu kan ik gewoon weer lekker in één keer doen. Lekker mijn bed verschonen ben ik ook aan toe. Dus dat is fijn. Dus daar heb ik wel zin in. Dus dat ga ik doen. Ik heb net zo'n bruiningsspray getest. Die had ik gefotografeerd. Je zou binnen 3 uur resultaat zien. Dus we gaan het wel zien. Ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. Maar dat gaan we wel meemaken. Ja, en oh ja, ik ben mijn piercing weer kwijtgeraakt. Het balletje weer. Dus ik heb nu het ringetje er weer in. Ik wilde nu eigenlijk gewoon een ringetje inlaten. Dit ringetje is niet goed. Want het is eigenlijk een oorbelletje. Maar ik heb niks anders. Dus ik wil me even erin gaan verdiepen van wat is een mooi maatje voor een ringetje voor daar. En dan er maar gewoon eventjes een ringetje bestellen. Want ik raak elke keer die balletjes kwijt. Toch omdat ik heb veel mijn oortjes in. Zoals gisteravond heb ik de hele avond de koptelefoon op mijn hoofd gehad. Ja, dat op een of andere manier werkt het voor deze plek dus niet. Zoals hierboven gaat het prima. Hier in mijn tragus gaat het. Maar die anti-tragus die pakt hem niet. Nu heb ik wel een heel leuk ringetje gezien. Ook een beetje in de regenboogkleuren. Omdat ik alles in de regenboogkleuren heb. Zeg maar dat meekleurt. Dus ik vind het leuk om het een beetje gelijk te houden. Dus daar wil ik even naar kijken. Waarom ik eigenlijk deze weer even uithalen om op te meten. Van hoeveel diameter is dit. Want ik twijfel heel erg of 6 diameter de juiste is. Maar dat moet ik even gaan kijken. Maar dan kijk ik wel even naar het weekend na. Want ik heb nu nog even wat dingen te doen. En dan moet je ook weer voor een bepaalde tijd bestellen. Wil je het morgen in huis hebben. Dus ik ben nu gewoon even druk. Dus ga ik na het weekend even rustig voor zitten. Ik ga even stofzuigen. En dan ga ik jullie meenemen met het doen van de slaapkamer. Ik ben er aan toe. Ik ga lekker muziek aanzetten. Dus eventjes lekker aan de gang.
Zo, ik ben klaar. Het zweet staat zo dik op mijn hoofd. Het was echt pittig. Het was ook echt wel warm. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het inmiddels is. Ik ga ervan uit dat het warm is. Maar ik heb het in ieder geval weer gered. Gatsie en pluk haar. Ik moet ondertussen ook nog weer even de vlog opnieuw doen. Want ik kreeg dus een appje van Nathalie van... de beelden van het babybezoek zijn zwart. Ik zeg, oh jak, nou moet ik het weer opnieuw doen. Dus dan heb ik hem er weer afgehaald, weer opnieuw geüpload. Nu gras het wel goed. Dus nou ja, nu staat hij er wel goed op, gelukkig. Maar het was wel weer eventjes, moest dat tussendoor even gebeuren. Dus dat was wel even vervelend. Maar in ieder geval, alles is weer klaar. Ik heb even de spullen alvast beneden gepakt voor morgen. Dan kan dan straks de cadeautjes in de tas zijn, dan is het goed. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ben echt toe aan mijn douche. Vanavond ga ik weet er alles van kijken en anoniem. Daar heb ik wel zin in. Ik denk nog even gamen. Misschien nog even een stukje van kopen zonder kijken afkijken. En dan ga ik daarna de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken en daarna weer een aflevering van Mokro Mafia. Dus dat is de planning. Ik ga de katten weer even wat water geven. Ik ga de tweede ventilator aanzetten en dan ga ik even relaxen. Want... ik ben echt moe en het zweet zit echt dik op mijn voorhoofd. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik vind het voor nu wel even mooi geweest. Een hele goede middag. Deze zaterdag, het is vandaag 24 juni. Ik ga mezelf even klaarmaken. Het maakt nou toch niet uit waar ik vlog, want het is ook wel een beetje donker in huis. Echt een rotnacht achter de rug, jongens. Ik kan nu niet in slaap komen. Ik moest nogal veel naar de wc. Ik denk dat ik een beetje te veel had gedronken. Ik had weer 2 glazen almaak weg. Maar de laatste dagen maakte het eigenlijk niet zo heel veel uit. Omdat ik heel veel aan het zweten was. Maar ik had er nu gewoon last van. Dus ja. Toen ben ik uiteindelijk, kon ik niet in slaap komen. Toen ik eindelijk in slaap was, toen werd ik om 7 uur weer wakker. Toen moest ik weer plassen. Toen 11 uur weer, dus of iets voor 11 uur zelfs. Dus ja, dat was niet heel prettig, maar goed. Ik heb gisteravond weten alles van gekeken en anoniem. Super spannend nu. Ja, het ook echt. Mijn moeder vond het ook zo spannend. Maar het rare is, sinds ik de update heb gehad met de televisie... loopt mijn moeder dus voor op mij met de televisie. In het begin had ik dat altijd. Dan zei ik wat en zei ze, oh, dat heb ik nog niet. Dan dacht ik, oh, chips, nou loop ik te spoileren. Maar sinds ik die nieuwe T-Mobile televisie heb, loop ik achter. Dus nu loopt mijn moeder voor. Maar het was heel spannend. Nathalie appte nog of ik nog even meedeed met gamen. Dus ik had wel gezegd van, nou ja, ik wil na die serie nog wel aansluiten als jullie er nog zijn. Ik wil het wel even graag kijken. Toen appte ze, ja, ik weet, ze wist eerst niet dat het ging lukken, maar uiteindelijk waren ze er nog. Dus toen heb ik nog even meegedaan. Toen ben ik de video in elkaar gezet, wat nog best wel veel werk was. En daarna ben ik mijn blogpost gaan schrijven, dat is allemaal wel gelukt. Ik moest gisteren overigens weer de vlog offline halen, want de beelden van het babybezoek deden het niet. Ik kreeg een... heb je van Nathalie van, ja, de beelden van babybezoek doen het niet. Dus toen moest ik het weer online halen. Dus ik heb al je reacties wel gelezen. Ik heb ze dus ook beantwoord. Maar ja, die zijn nu dus wel weg omdat ik de vlog offline moest halen. Heel vervelend. Het zat me niet echt mee. Nou, toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Was echt super spannend. En daarna ben ik Mokro Mafia gaan kijken. En dat was nu ook super spannend. Ja, en dan zul je altijd zien, dan is het spannend. En dan is het afgelopen. Ja, dat vond ik wel jammer, want ik zat er wel heel lekker in. Daarna nog eventjes weer naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Dus wat dat betreft was het een prima avondje. Ik heb wel weer wat meer last nu van het oorbelletje wat in die piercing zit. Wat ik gisteren natuurlijk al vertelde, ik ben weer dat balletje kwijtgeraakt. Maar ik ben er nu ook klaar mee, want... ik blijf balletjes kopen en elke keer, ik denk dat deze er misschien 1,5 maand heeft ingezeten. Nou, dat is lang. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik heb mijn nieuwe pakje aan, die kan ik zo nog even laten zien. Ik heb hem nu strak gestrikt, die ik toen bij de schepping al had gekocht. Dat is prima.
Ik word straks opgehaald door mijn vader en zijn vriendin. En mijn moeder die is al bij Natie, die ging even wat eerder, zodat ze nog een beetje kon helpen. En wij gaan dan straks, is wel leuk. Even gezellig weer naar de verjaardag. Ik ga jullie ook wel gewoon meenemen vandaag. Dus dat is wel gezellig, denk ik. Tenminste, ik vind het wel gezellig. Meestal vinden jullie het leuk om Natalie ook te zien. Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre zij nog in beeld wil. Maar ja, vallen en zo. Want ik heb er ook bij de babybeelden ook voor gekozen om bewust niet echt haar gezicht in beeld te doen. Omdat ik niet wist of ze het wilde. Ik ga hem even verder klaarmaken. En dan zal ik jullie nog even mijn pakje laten zien. En dan neem ik jullie mee naar de verjaardag straks. Ik zal jullie nog even de outfit van de dag laten zien. En dit is hem geworden wat ik aan heb. Ik had hem dus wel wat strakker, maar nu heeft het los gedaan. Maar ja, hij zit verder prima. Snoepjeslente. Niet voor jou. Die zou ik in de koelkast leggen. Nou, hoeft niet. Die heb ik thuis laten liggen. Nee, ik vond het al een beetje wat. Leuk, dankjewel. Dat is mooi. Ja. Ik vond het wel grappig met die zebra. Zebra. Ja. Ja, want die is weer voor mijn puzzel. Want, oh ja. Ik heb er mannen, hè? Echt oud. Nee, niet voor jou. Volgende keer een klemp aan de beurt. Oeh, mooi. Ik vond dat de mooiste die er was. Ja, kijk, ik ben dus helemaal niet van Diamond Peter, maar deze vond ik wel leuk. Yes, zeker. Nee, maar dan heb je het misschien niet nodig, bedoel ik. Nee, dat denk ik dan niet, nee. Maar dan geef je daar wat anders voor. Ja, dat is goed. Ja, uitstekend. Dat is een geintje erbij. Zie je mijn mama goed? Dat is een geintje, ja. Een zwaar geintje. Ja, dat wel. Oh, wow. Lekker. Maar lekker. Hey, lekker. Dat je wel goed verstoppen, denk ik. Heb je nou toch een cadeautje? Een bofje maar weer, vriendin. Bofje. Ja, bofje, ja. Zo, kijk je echt. Kijk, hier, deze kant moet hij open, zie? Dit zit daar. Ja, gaan we kijken wat erin zit. Oh. Oeh. Ga maar eens laten zien dan. Wat is dat, Lente? Jurk. Een jurk. Oh, die is leuk. Met welke kleur heeft de jurk? Het is een paarse. Hij is een paarse. Weet jij hoe dat poppetje heet? Ja. Tweety. Tweety. Weet je de poppetje heet? Nee, moet een kind dat weten. Dat komt niet meer op de televisie. Nee, toch? Hey, die mooi. Nee. Maar als jij de doos wil hebben, dan mag het wel voor mama, van Peppa. Nee. Als je dat leuk vindt. Ja, voor wie is het cadeau? Ja. Jara. Heel goed. Maak jij het maar open, we hebben een goede grote doos. Oh, dan zijn jullie samen. Ja, dat was de insteek. Oh, ook Tweety. Dat is 56. Maar ik vind hem vrij laag. Samen. Ja, nu zijn jullie samen. Nu heeft ze 50. Zijn dat is leuk. Precies. Als je het niet handig vindt, kan het dan ook nog. Ja, mooi jurk, hè? Maar ik dacht, nou, dit is misschien ook nog wel wat voor de strijkkraal. Ik dacht misschien inderdaad voor je strijkkraaltjes of zo. Ja, het zijn 5 losse boxjes. 4. Oh, 4, sorry. Geef niet. Nee, dat is wel, daar kan ik altijd wel wat in doen. Ja, dankjewel. Ja, hè? Wanneer mag je? Mama. Wat zeg je? Nou, waar lijkt het op wat ik aan het doen ben? Een tootje. Oh. Tootje? Ja, heel veel, hè? Oh. Wow.
Mooi, dankjewel. Kijk, dat is, laat hem weer los. Je laat hem na een tijdje weer los, ja. Oh ja, dat is misschien een beetje wegkwam. Mooi, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, heel moeilijk. Ja? Ja. Dat ziet er ook moeilijk uit. Ja, maar ik ga dus niet dit puzzelen. Oh. Ik ga de andere kant puzzelen, waar deze mensen naar kijken. Oh, hey. Ja. Dat is heftig. Oh, sorry. Ja, maar ik spaar alleen jouw vaas, maar deze wil ik inlijsten. Wat is voor jou? Hé, wat ben jij voor diertje, Jente? Ja, wat ben je voor diertje? Nee, je bent voor Lente, toch? Wat ben je van mama, mij? Konijntje. Konijntje, hè? Ja. Konijntje. Oeh, heel cool, dankjewel. Dat was toch de goeie die je erop had staan? Ja, het is de goeie. Maar de kleur, dat is natuurlijk ook afhankelijk wat er is, maar deze is mooi. Ja. Ze hadden maar 3 kleuren. Ja, maar ik was er van de week en toen zag ik goud en zilver. En blauw hadden ze. Ja, maar dit is meer groenig, maar ik vind... Oeh, nice. Nieuwe rietjes. Ze hadden ook maar 1 kleur. Ja, dat maakt niet uit. Ik wilde gewoon... Ik heb helemaal vergeten. Ik wil postkantjes. Ik wil paas. Ja, maar daar stond je hoofd er niet na, kind. Nee, het is allemaal zo... Kijk eens. Wat over weer een bessen. Ja. Oh, lekker. Ja, je komt altijd op hetzelfde neer. Ja. Dat heeft niks. Dus het altijd goed, lastig. Is goed, toch? Ja, weet je, het is vaderdag, hè? Ik bedoel, met de verjaardag dan probeer je altijd. Ja. Ja, die kan ik ook aan doen. Van de winter. Ja, lekker. Allemaal horen eraan. Ja, oh mijn god. Zo. Weer thuis. Al eventjes horen. Het is inmiddels 7:55. Ik was denk ik 6:50 thuis, zoiets. Ik had even eten opgehaald bij de snackbar. Ik had even gebeld en het was nu al makkelijk. Het was wel eventjes lekker zo en een hele gezellige middag gehad. Heel veel met Lente gedaan. Lente die wilde heel veel bij mij op schoot, wat ik super leuk vond. Ik mocht een staartje in de haartjes maken, wat ik super schattig vond. En echt wel heel erg leuk en... ondanks dat je elkaar dan niet heel veel ziet, merk je toch wel dat het is toch wel tante dit, tante dat. Dus dat is wel echt super leuk. Wel een beetje gaar, helemaal lekker buiten gezeten. Best wel zonnig. Op een gegeven moment ging de zon even weg. Dat was gewoon lekker. En nu gewoon lekker weer thuis. Ik heb de boel openstaan. Dus ik kan het een beetje doorwaaien. Het was natuurlijk best wel warm. Ik ga er vanuit dat niet zo heel veel is afgekoeld. Cadeautjes vielen ook weer in de smaak, dus dat was fijn. En even kijken hoeveel graden het is. Ja, toch nog wel 26. Dus nu niet heel veel afgekoeld. Maar goed, ik laat het gewoon eventjes lekker doorwaaien. Morgen een hele hete dag, 31 graden. En dan is het ook weer eventjes klaar, want dan wordt het de rest van de week gewoon weer minder. En dat is prima. Gewoon een hele gezellige middag gehad. Taartje ligt wel lekker door te waaien. Ik ga zo meteen eventjes de laptop aanknallen. Een beetje op de laptop clearen. En dan straks eventjes lekker jachtseizoen kijken. Ik heb nog lekker een milkshake, dus dat is lekker. Even mijn beeld schoonmaken, die is een beetje vies. En dan, misschien nog even beste kijkers. Als Nathalie niet meer wil spelen, als ze dan al wil slapen, dan is dat ook goed. Dus prima verder. Mijn moeder had nog wat boodschappen meegegeven. Die laat ik morgen nog even zien, want ik ben nu eigenlijk wel een beetje gaaf. Om de app te gebruiken heb ik toegang nodig tot je WhatsApp gegevens. Nu niet zo heel veel zin meer in. Dus dan laat ik dat morgen even zien. Dan kan ik het ook meteen opruimen. Dan ga ik nog even de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En ik probeer nog even een blogpost in te plannen voor morgen. Ga ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Dan ga ik nog even Parels en Zwijnen kijken. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan denk ik dat ik ook wel zal slapen. Want ja, je bent op zich best wel zat. En wat ik al zei, vannacht niet zo'n hele beste nacht gehad. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Zo nog even het een en ander opruimen. Maar daar hou ik het dan ook bij. Dus bij deze zou ik dan zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 25 juni. Ik hang eventjes lekker op de bank, want het is best wel warm. Het is als goed is nog één dagje echt 30 graden en dan koelt het wat af, waar ik zelf wel heel blij mee ben. Dus dat is wel lekker.
Nou, ik heb gisteravond even jachtseizoen gekeken. Ik heb niet meer met Nathalie gespeeld. Die had nog wel een vraagje over een bepaalde game, maar dat lukte even niet. Maar dat had ze inmiddels opgelost. Jachtseizoen was leuk, maar ze werden wel gepakt. Het was ook de laatste aflevering van het seizoen, dus prima. Maar ze waren dus wel gepakt. Dat was op zich jammer. Daarna nog even de beste kijkers gekeken. Maar de meeste dingen lopen nu af, want Kopers om de Kijkers scheen ook de laatste aflevering geweest te zijn. Maar ik loop een beetje achter met kijken, dus ik ga het allemaal van de week wel eventjes weer een beetje terugkijken, denk ik. Nou, toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Ik heb nog wel even mijn Disney game gedaan, was leuk. Ik was nu bij Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, dat was wel grappig. Ik heb eventjes die... Dat preview-artikel van Cartridge heb ik ingepland. Die is al online gekomen. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan afkijken. Ja, uiteindelijk toch weer een einde waar je niet zo heel veel mee kan. En daar hou ik niet zo heel erg van. Het was zo'n einde waarvan ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik ben met vragen achtergebleven. Ik ben al toch wel iemand die dat op Google gaat proberen op te zoeken. Maar je kwam er eigenlijk ook niet achter. Dus nou ja, het zal wel. Daarna ben ik eventjes Parels en Zwijnen gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een stukje van mijn boek gelezen. Maar ik merkte ook wel dat ik heel moe was. Toch hè, zo'n hele middag ook wel lekker in de tuin, in de zon. En het maakt je toch loom. Dit weer maakt me sowieso best wel moe. Dus dat. Ik ga zo wel eventjes nog de boodschappen laten zien die mijn moeder had gedaan voor mij. Het goede nieuws is dat ik gisteren, voordat ik naar de verjaardag van Nathalie ging, nog even mijn oogdruppels kon ophalen. Die heb ik binnen, de hooikoortsdruppels die waren toch binnengekomen. Daar was ik heel erg blij mee. Dus ja, dat is ook alweer een verademing. En dan ga ik wel even de grond afhalen. Ik ga even foto's maken. Ja, verder moet ik even kijken wat ik ga doen. Ik wil dan eigenlijk heel veel doen. Maar ja, omdat het zo warm is kun je niet zo heel veel. Dus ik moet even kijken hoe en wat. Maar ik zal eerst eventjes die boodschapjes laten zien. Dan ga ik eerst even lekker die stofzuigen. Dan is dat ook weer klaar. Zo, even de boodschapjes die mijn moeder had meegebracht. Allereerst even een broccoli. Die ga ik zo meteen afhalen. Dus die kan hier even op tafel. En ook boontjes. En die ga ik zo meteen ook meteen afhalen. Want dat vind ik altijd fijn om op zondag te doen. Dus staat klaar. Voor de rest had ze even katten voor gehaald. Want ik had natuurlijk misgegrepen afgelopen dinsdag. Zij had even wat dingen voor mij gehaald, omdat er dus heel veel 1 plus 1 was bij de Boni. Zo heeft ze even kipkruiden gehaald. Dit is van Verstegen, die vind ik hele lekkere kruiden hebben. Dus kip. Van deze, hier was ik al een tijdje heel erg nieuwsgierig naar de Capri Sun siroop. Ik vind die pakjes zelf altijd heel erg lekker. En ik had hem al een tijdje op de reclame gezien, maar elke keer als ik naar de supermarkt ging om te kijken, hadden ze niet. En nu hadden ze bij de Boni 1 plus 1 twee keer de orange. Dus dat is heel fijn. Ook heeft ze voor mij even een facial toner gehaald van Rosewater, omdat ik die lijn zo fijn vind. Dan heb ik weer twee keer... De paasje en zeepapier, dit zijn 12 rollen. En dit was dan, eigenlijk kreeg je 24 rollen, omdat je dus ook een pak gratis kreeg. Dus deze kreeg ik wel gratis. En eventjes de dubbel fris. Ik heb weer de appel persik. En de appel en zwarte bessen. En ik heb van mijn moeder nog wasverzacht gekregen. Dus ik heb hier allereerst de zwitsel van Robijn. Die vind ik altijd heel lekker. En dit is de Paradise Secret. Die is ook heel lekker. Die hadden we gewoon gekregen. Ik ga even opruimen. De stofzuiger. Dan laat ik straks even de fotospullen zien. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier van Rosewater een Hydration Lotion. Daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat werkt. Dan heb ik van Catrice de Pure Nude Eyeshadow Palette. En de twee maxi blushes van Essence van de Lion King. Dus hier ga ik nu maar even foto's van maken. Zweet staat nu inmiddels op mijn voorhoofd, maar dat maakt niet uit. Ik ga die nu even fotograferen. Zo, ik heb alles wel zo'n beetje gedaan wat ik wilde doen. Ik heb de boodschap even naar boven gebracht. De groente staat klaar. Ik heb de foto's gemaakt.
heb eventjes de nagellak eraf gehaald en de rest van de blauwe rand eraf geveld. Want die zag er ook echt heel lelijk uit. Anders pakt het andere kleurtje niet zo goed, dus dat is er allemaal af. Ik was net even bezig met een blaadje voor de potloden die ik wil gaan maken. Maar ik moet even kijken hoe ik verder kan. En toen heb ik net de katjes lekker eten gegeven. Hadden ze weer op de eigen tijd eten. Dat was ook wel fijn. Ik merk wel dat ik nu een beetje gaar ben. Ik ga even kijken of die nog opgelopen is, de temperatuur. Ik weet het niet, maar het komt er heel veel uit. Warm is het toch wel. Buiten hoor je heel veel mensen spetteren in het zwembad. Het is nu 31. Gaat er eigenlijk nog een buitje vallen? Nee, vandaag geen kans op een bui. Ja, vannacht ergens een keer. Maar goed, dus dat. Oh, ben je gewoon een beetje lui. Wat je van dit weer. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de finale van Million Dollar Islands, een dubbele aflevering. Dus ik ben wel benieuwd wat ga ik kijken. Ik ook nog wel even mijn Disney spel doen. Ik wil even verder met Sneeuwwitje. Nagels ga ik doen. Foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb echt nog geen idee welke. Dus ik ben wel benieuwd wat het wordt. En dan ga ik nog even blauw blauw kijken. En dan lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relax modus. Want ik ben gewoon niet zo heel veel meer waard, merk ik. Dus goed. Komt wel weer goed. Gewoon eventjes lekker relaxen en dan straks gewoon eventjes verder. Maar goed, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder dus niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 26 juni. Ik ben klaargemaakt en het is eindelijk afgekoeld, want ik ga even checken hoe hoog de temperatuur nu is. Maar hij is in ieder geval lager. Het is vandaag 23 graden met behoorlijk wat wind, dus dat is echt super fijn. Ik was er ook heel erg aan toe. Ik heb gelijk alles open gegooid, zodat het kan doorwaaien. Gisteravond was het hier in huis ook echt letterlijk 29 graden en ik kon eigenlijk niet meer. Ik zie heel even iets wat ik moet doen. Sorry voor de onderbreking. Ik had een vlieg en die was me gisteravond al de hele tijd aan het tarten. Die was aan het zoomen en die probeerde ik te pakken te krijgen. Dat lukte niet. Dan probeerde ik het net, want ik zag dat hij stil zat. Maar het is weer niet gelukt. Maar goed, ik was dus bij het verhaal dat ik er gewoon ook heel erg aan toe was. Omdat gisteravond hier ook zo warm was in huis. En op een gegeven moment toch wel even de boel een beetje opengezet. Maar de temperatuur zakte buiten ook amper. Dus ik ben blij dat het nu wat koeler is. Ik heb lekker alles opengezet in de hoop dat het nu wat gaat dalen. Het is nu binnen 28 graden, dus het zal niet hard gaan. En ik hoop eigenlijk dat we nu gewoon deze temperaturen houden, dat het niet meer zo heel ver oploopt. Want ik vond het niet meer te doen. En als het goed is, de komende dagen ook weer wat meer regen. Ik heb gisteravond de finale van Million Dollar Island gekeken. Ik heb tussendoor eerst nog even gegamed met een groep. Toen ben ik later even het programma af gaan kijken. Het had ook slecht gescoord. De kijkcijfers waren niet heel hoog, begreep ik. Nou ja, ik vond het op zich wel jammer, want die ene, die vond ik niet zo leuk, die persoon. Dus ik had zoiets ook, ook niet dat die in die finale komt. Nou, die kwam er dus wel in. Had ook echt het hoogste bedrag, €100.000. Die andere, die stopte al bij 70.000. En die andere jongen, die zei bij 40.000. Ik vind het wel voldoende, want ze moeten dus kistjes openmaken. Maar als je de bon pakt, dan ben je dus het geld kwijt op de €10.000 na die bandje waard was. Maar die durft het niet aan, dus het was prima. Het is nu ook weer afgelopen. Het meeste loopt nu af. Dus het is ook wel weer prima. Ik heb eventjes mijn foto's bewerkt. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Nee, helemaal niet. Ik raak helemaal in de war. Ik heb alleen mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Het is niet, hij is vrij licht. Het is dit kleurtje. Hij heeft een 60 Let Me Be Your Favorite. En daar heb ik even mijn nagels mee gedaan. Ik ben een nieuwe Netflix-serie gestart. Ik ga even kijken hoe die heet. Het is een serie die heel makkelijk wegkijkt. Het gaat over de make-up wereld en dat past natuurlijk wel bij mij. Ik zal even kijken hoe die serie heet. Voor de mensen die dat interessant vinden. Glamorous. 10 afleveringen. Wel vanaf 16 jaar. Dus dat weet ik nog niet precies hoe dat zit. Maar het is een jongen die heel erg van make-up houdt en dus een beetje ook in de make-up wereld nu belandt. Dus
keek op zich wel lekker weg. Daarna even blauw, toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik een boek gelezen en ben ik gaan slapen. Ik ga zo eventjes een was aanzetten. Lekker de boel hier doen, de kattenbakken en alles. En ik moet nog even de was opgevouwen worden, zodat deze weer op kan hangen. Want ik wil met deze dagen liever niet te droog aan, omdat het ook zoveel warmte geeft. Dus gewoon even wat kleine, gewoon de dagelijkse normale dingen die ik op maandag doe. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga dat maar eens eventjes doen. Klaar. De kattenbakken zijn schoon, de douche is weer schoon, Nico aan de weg gezet, was gedraaid, opgehangen, want die was al klaar en wat was opgevouwen, maar ik denk wel even dat ik die jurkjes die ik had gewassen, die nieuw zijn, even moet stomen, want die zijn wel erg kreukelig. Best wel veel gedaan en ik ben ook wel weer voldaan, maar nu ben ik het ook wel zat. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ga er zo even een aspirintje in gooien, want het is toch best wel warm als je bezig bent. Want mijn bril die zakte echt steeds zo verder van het zweet. Dus die ga ik zo wel even nemen. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik vond wonder boven wonder het balletje van mijn piercing terug. Ik ging de douche schoonmaken en ik wilde eigenlijk net ook even het douchegedeelte uitzuigen, zodat alle haren ook weg zijn. Ik zie daar het balletje liggen, dus die had ik snel gepakt. Dus ik zou hem eventueel er weer in kunnen doen, maar ik weet dus niet of ik dat wil, omdat ik hem steeds verlies. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb hem in ieder geval weer gevonden. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb ik gewoon Chateau Meiland. Misschien nog even wat terugkijken. Ik loop nog wat achter met wat dingen, dus misschien ook dat nog even gaan doen. Ik ga sowieso eventjes de video van morgen inplannen en in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Verder met mijn Netflix-serie en daarna weer even blauw. Dan ga ik nu bij mijn boek lezen, maar ik hoop zo eerst even dat de hoofdpijn minder wordt, want dit is niet heel prettig. Ik weet ook niet of het echt heel erg zakt nu, de temperatuur. Ik zal even kijken. Ik heb een aantal vliegen kunnen vermorselen, dat was fijn. Nee, hij blijft op 28 staan. Ik heb er al wel een aantal dood, maar er vliegt er nog één. Dus ik hoop dat ik die nog even te pakken krijg. Goed, ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even een aspirine nemen en relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 27 juni. Het is buiten 22 graden. Het is zwaar bewolkt. Echt heerlijk. Ik hou ervan. Ik ben klaargemaakt. Ik heb nog wel best wel zomerse kleding aan, omdat het binnen in huis nog steeds 27 graden is. Dus dat merk je gewoon. En ik heb nu lekker de boel weer openstaan. In de hoop dat alles weer een beetje lekker doorlukt. Dat de temperatuur toch gaat zakken. Maar dat duurt vaak wel eventjes. Vooral, ik woon natuurlijk niet heel groot. Ik zit op een bovenverdieping. Dus dat merk je gewoon. Dus ik denk als je gewoon misschien gewoon in een benedenwoning zit. Of een eengezinswoning. Dat het sneller koeler is dan boven. Maar goed, dat is wat het is. Ik heb overigens geen plat dak. Ik heb wel gewoon een hoek, zeg maar. Maar ja, goed, de warmte die komt er gewoon bij. Dus ja, het is even wat het is. Ik heb gisteravond weer naar Chateau Meiland gekeken. Was weer veel gemopper, gezeur en gedoe.
Ondanks dat de kijkcijfers niet al te best zijn dit seizoen, is er wel weer een nieuw seizoen aangekondigd. Ik hoop aan de ene kant dat het dan wel wat minder geklussen is, want het is nu wel heel veel klussen. Verven en ja, het is leuk hoor om de voortgang te zien, maar het is wel alleen maar dit nu. Daarna heb ik even Kopen zonder kijken afgekeken en even een spel gedaan. Was op zich wel een mooi resultaat geworden. Die mensen waren er heel blij mee. Dat was natuurlijk ook wel heel mooi. Maar ik merk gewoon dat ik met sommige dingen een andere smaak heb. En dat is maar goed ook, want als we allemaal hetzelfde zijn, dan zou het ook saai worden. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Wat ik gisteren ook al zei, kijk gewoon heel lekker makkelijk weg. Hoef je weinig bij na te denken. Het is wel gewoon grappig, ook om te zien hoe een jongen geobsedeerd kan zijn door make-up, zeg maar. Dus dat was op zich wel weer leuk. En daarna nog even blauw. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Die was ook super spannend. Ik kreeg een hele aparte wending. Maar ja, toen was het ook alweer tijd om een keer te gaan slapen. Dus vanavond verder. Ik ga even stofzuigen, de bakken scheppen. Ik heb net nog even weer een vlieg doodgemapt, want ik word helemaal gek van die vliegen. Ik had de vliegenmapper weer gevonden, dus ik ben gelijk gaan mappen. Dus gisteravond was ik vrij van vliegen, maar toen vloog er straks weer eentje binnen. Dus die heb ik ook even doodgemapt, want ze zoomen zo en ze gaan langs je oren en ik word er niet goed van. Dan moet je net uit de douche komen, dan gaan ze in je haar zo. En dan hoor je ze zo dichtbij. Vreselijk. En dan ga ik video opnemen. En daarna ga ik eventjes nog Diamond painten. Dus eventjes een lekker rustig dagje. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Maar ik ga nu eerst even mijn dingen doen. En zorgen dat de video erop komt. Dus tijd om aan de gang te gaan. Ze hebben net lekker een eet op. Die zijn ook weer blij. Straks gelijk even de bakjes weer bij de albas gooien. Ik heb lekker de video opgenomen. Ik denk dat het allemaal wel goed is gegaan. Ik ga nog wel even dan de beelden terugkijken. Dat vind ik altijd wel een fijn idee. Want als er iets niet goed is gegaan, kan ik het altijd nog even opnieuw doen. Ik heb even lekker diamond painting gedaan. Ik heb nog even twee jurkjes al gestoomd. Want daar konden ze de kast in. De rest moest nog. Maar ik ben wel even lekker bezig geweest. Het is ook echt lekker dat de zon nu weg is, want het is nu heerlijk koel. En het is gewoon lekker nu even met de ventilator aan. En dan, als dit aanhoudt, ik ga eens even kijken. Want volgens mij staat er niet op de planning dat het nog weer heel warm gaat worden, wat ik heb begrepen. Dit weer blijft de komende tijd gewoon aanhouden. En dat is natuurlijk helemaal prima. Morgen veel regen, donderdag veel regen, vrijdag dan niet, zaterdag weer regen. Dus ja, dit is gewoon heel fijn. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Zeeman Confronteert Stalkers. Want het is als goed is nu wel gewoon weer een nieuwe aflevering. Misschien dat ik nog wat ga terugkijken. Ik denk sowieso wel eventjes gamen. En dan ga ik de vlog helemaal afmaken, zodat die klaar staat. Ik ga even de foto's bewerken voor mijn blogpost van morgen. Ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie en daarna weer blauw. En dan weer lekker verder met mijn boek en daar heb ik wel heel veel zin in. Want ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat verder eindigt. Ik word steeds weer gebeld door een nummer en ze bellen blijkbaar anoniem, want ik heb dat dus uitgezet.
Als je mij anoniem belt, dan krijg je mij gewoon niet aan de lijn. Want ik heb daar de optie voor om dat uit te zetten. En dat heb ik gedaan, want ik word er moe van. Dus ik probeerde net het nummer te traceren, maar het is ook niet bekend wie of wat het is. Ze hadden pas ook geprobeerd mijn voicemail in te spreken, maar dan hoor je alleen maar stemmen op de achtergrond. Dus ik had wel het idee dat het een soort van bedrijf was die iets probeert aan te bieden of wat dan ook. Maar goed, ik word er niet echt vrolijk van. Ik denk dat ik het nummer gewoon even blokkeer. Want ja, als je me wil bellen, dan moet je maar gewoon met een bekend nummer bellen. En als ik het ook niet kan traceren, daar hou ik niet zo van. Maar ja, goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Drop het rotje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!